We gaan nu naar de keynote speaker. Ik heb zijn naam al een keer laten vallen, Günter Pauli. Hij is geboren in Antwerpen. Het is een globale speler geworden, over de hele wereld bekend. Hij heeft een boek geschreven dat in, denk ik, ongeveer 40 talen vertaald is. Ik kan er net één of twee landen naast zitten. Hij is hoogleraar, hij is ook ondernemer, hij is ook veel gevraagd spreker. U zult zo meteen ook merken waarom. Dus het is met, ik durf dat bijna niet te zeggen, maar ik heb al gezegd, we zitten aan tijden gebonden. Hij krijgt van mij een half uur de tijd om hier een prachtig verhaal te vertellen. En hij gaat u versteld doen staan, dat kan ik nu al vertellen. De lat ligt hoger, daar komt die Günter Pauli. Meneer Pauli. We starten gewoon. U start gewoon, gaat uw gang. Ja, dat was gewoon fantastisch, deze voorbeelden die we gekregen hebben. Maar ik heb een heel speciale verbinding met Hans Klevers, want eigenlijk was ik vandaag niet hier kunnen zijn. Want vorige maandag heb ik een stamceltransplantatie gekregen, in de mond. En mijn dokter zei, je mag niet reizen. Maar ja, ik had die afspraak hier, dus met zijn majesteit aanwezig. Hoe kan ik dan zeggen, ik ga het niet komen? Maar in ieder geval, ik wil enkel zeggen, het werk dat hij doet is gewoon absoluut fantastisch. En ik geniet ervan. En zonder deze tussenkomst had ik waarschijnlijk nu hier heel wat anders uitgezien. Ik kom hier eigenlijk spreken over nieuwe zakenmodellen. Ik kom hier spreken over de mogelijkheid om echt vernieuwende innovaties naar voren te brengen die Nederland de slagkracht geven. U ziet hier een fotootje van mijn zoontje. Ik heb 6 kinderen. En het is toch wel belangrijk dat wanneer je 6 kinderen hebt, dan kijk je naar de wereld heel geregeld door de ogen van je eigen kinderen. En weet je, dat ziet er heel anders uit. Dag Nederland, ja, goeiedag. Wij kijken naar de wereld door de ogen van de kinderen. En aangezien ik kinderen heb van verschillende leeftijden, mijn oudste dochter is 27, mijn jongste is 7 maanden. En dat geeft me nu 26 jaar de tijd om de wereld altijd opnieuw te bekijken vanuit een andere invalshoek. Maar wanneer ik hier vandaag ben en vandaag met u spreek, dan is het heel belangrijk dat ik toch even op insisteer dat wat ik ook gedaan heb, wat ik ook denk en wat ik doe, is het resultaat van een ongelooflijke invloed van honderden mensen. En één van deze mensen is een Nederlander die ik in de Havislaan hier in Den Haag geregeld ben kunnen bezoeken. En dat was niemand minder dan Jan Tinbergen. Het grote rapport van Jan Tinbergen, Reshaping the International Order, het rapport aan de Club van Rome, was wat ik gestudeerd heb op universiteit. Maar er zijn nog andere mensen die me invloeden. En ik geloof dat het heel belangrijk is dat we dat respect hebben. En dat we zeggen, wij zijn het product van een weefsel van de maatschappij. Dat ons bekritiseerd heeft, dat ons ondersteund heeft en dat ook ons gezegd heeft dat we verkeerd zijn. Zonder deze mensen lukt het niet. Nu, in 1992 was ik uitgenodigd op de grote Rio-conferentie, omdat ik dit fabriekje had gebouwd. Het eerste houten fabriekje, een houten fabriekje met het grote grasdak, waar we biologisch afbreekbare zeepen produceerden. Dat was in Malle in België. Tot ik naar Kalimantan reis, waar ik, spijtig genoeg, moest ervaren dat ik wel biologische afbreekbare producten produceerde uit hernieuwbare grondstoffen, maar ik was niet duurzaam. Ik had geen duurzaam product, omdat mijn vraag naar palmolie elimineerde het habitat van de orangutan. En toen is het mij duidelijk geworden dat het niet zozeer belangrijk is een goed product, een nieuw proces, een innovatie te hebben. Toen werd me heel duidelijk dat ik het systeem van het zakenmodel als een doelstelling moet voorop houden. Ik werd dan in 1994 uitgenodigd door de Japanse overheid en de Verenigde Naties om vanuit Tokio het Kyoto-protocol mee te voortbreiden. Mijn taak was toen het zakenmodel uit te denken dat leidt tot zero emissions en zero waste. Het idee was niet dat we geen emissies meer hadden, maar wat er ook als uitstoot zou zijn, zouden we herwerken in nieuwe producten met meerwaarde. Ik moet eerlijk toegeven, het was een grote ontgoocheling. Op de conferentie zelf had ik 4 mensen in het publiek, inclusief mezelf. Met andere woorden, voor nieuwe zakenmodellen in 1997 in Kyoto was er geen interesse. Men had alleen interesse in cap and trade. Maar ik was aangestoken door deze nieuwe denkwijze. Wat is het zakenmodel van de toekomst? Innovaties in zakenmodellen stoppen, zodat wij ten dienste van de maatschappij zijn. Dat werd dan toch wel een droom. En die droom hebben we ondertussen over jaren heen mede kunnen uitwerken als realiteit.
Daarom ga ik eerst presenteren het allereerste project dat we hebben doorgevoerd. We zitten hier in Colombia, Latijns-Amerika. En daar heb je een massale ontbossing gehad, 300 jaar geleden al, door de Spanjaarden die toen de veeteelt hebben geïntroduceerd. De veeteelt is niet gelukt en de bomen zijn niet teruggekomen. En toen in 1984 voor de eerste keer de Club van Rome daar een meeting had, stelden wij ons de vraag, is het mogelijk om het regenwoud terug hier te brengen? De wetenschap zei, dat gaat niet. De grond is te zuur. De zaden kunnen hier niet op. Het is veel te moeilijk. Het lukt niet. Nou, ik ben geen wetenschapper. Ik ben een econoom. Ik ben de typische MBA die wat we noemen de number cruncher is. Ik moet weten, als dat dan wel zou lukken, wat zou het resultaat zijn voor deze nieuwe bevolking die hier dan een huisvesting kan hebben? Ik ben blij u te kunnen zeggen dat 20 jaar later het bos er staat. Het bos staat er niet alleen, het bos is een economische ontwikkeling gewonnen dankzij de unieke samenwerking met mycorhizen. Deze paddenstoel die groeit op de wortels. Dat is het grootste project van de wereld. We zijn erin geslaagd en de bomen groeien en de bomen worden gebruikt om het hars eruit te ontginnen, te verkrijgen. Dat wordt lokaal verwerkt in een fabriek. En uit dat hars hebben we verschillende producten. Enerzijds de colofoon, dat is voor de verfindustrie, en dan terpentijn. Nou, voor u is terpentijn waarschijnlijk het product dat u gebruikt om uw verfborstel te reinigen. Voor ons is vandaag terpentijn de meest duurzame brandstof voor een auto. Onze volledige vloot van auto's in deze regio, voor 10.000 mensen, wordt gewonnen uit de boom met terpentijn, dat wij lokaal zuiveren. Het heeft een negatieve uitstoot, dat betekent wij consumeren meer koolstofdioxide dan wij ooit verbruiken wegens de verbranding. Nou, u ziet wel een foutje op deze foto. Op deze foto staat biodiesel. Het is geen biodiesel. Het is terpentijn. Maar indien we zeggen het is terpentijn, dan bestaat er geen norm en dan mag je het niet gebruiken. En wat doen we dan? Ja, we zijn in Latijns-Amerika. Dan noem je het gewoon biodiesel. En dan kan je het verkopen. Soms moet je pragmatisch zijn. Maar als je een nieuw bos hebt, dan heb je ook water. Want je hebt een nieuwe temperatuurverschil. En dankzij het temperatuurverschil op de grond heb je meer regenval. En nu produceren we water. Iedereen die in onze regio werkt en woont, krijgt een fiets gratis. Nou, Nederland zou dat ook normaal vinden. Maar in Colombia is dat niet zo normaal. Wat is het resultaat indien de mensen iedere dag 3 liter water drinken en 20, 30 kilometer met de fiets rijden? Wel, wij kennen het resultaat. Wij hebben ons hospitaal moeten sluiten wegens gebrek aan patiënten. Nou, dat is maatschappelijke doorbraak. Waarom moeten we meer bedden hebben en meer bedden subsidiëren als we in staat zijn zo een voorzorg te nemen en de gezondheid van de mens zo aan te zwengelen dat we gewoon de bedden niet meer nodig hebben? 2 keer per jaar hebben we wel een privévliegtuig dat even iemand die heel ziek is komt ophalen. Maar de realiteit is, we hebben een doorbraak gemaakt en wij noemen dat in het Spaans la madurez consiste en realizar los sueños. Volwassenheid in het leven krijgt u door uw dromen te realiseren. Met dit project, gerealiseerd, een investering van 8 miljoen euro, vandaag is de grondwaarde, dankzij deze drijvende kracht van Paolo Lugari, met een factor 3000 verhoogd. Een grond die niets waard is vandaag produceert niet alleen gezondheid en arbeid, het produceert een van de beste sequestraties die we hebben kunnen inbeelden voor koolstofdioxide. Dat is ondernemen en innovatie. Een volgende project. Wanneer wij kijken naar nieuwe bedrijfsinnovaties, dan moeten wij altijd kijken naar meerdere kaststromen. Wij moeten gewoon ervoor zorgen dat er meer kan verdiend worden met minder inspanning. En dat doen we niet door de kosten te drukken, dat doen we alleen door de meerwaarde te verhogen. Ik geloof niet dat wij kunnen slagen in Europa, in het hele spel wereldwijd rond de globalisering, waar we altijd maar meer produceren van hetzelfde aan een lagere prijs. Ik geloof in het genereren van meerwaarde. Veel meer meerwaarde en die meerwaarde moet je ook vertalen in kaststromen. Cashflow. Als je die niet hebt, kan je niet verder. Nou, kijk even naar dit lampje. Het is spijtig nog niet door Philips gemaakt. Maar dit lampje is een gewone LED-lamp, zou je denken. Nee, het is niet een gewone LED-lamp. Deze lamp heeft ook Li-Fi. Kent u al Li-Fi? Light-based internet? U weet toch dat de snelheid van transmissie
met geluid veel trager is dan de snelheid van transmissie met licht. Waarom hebben wij dan internet afgesproken, internationaal, met geluid, met radiogolven? Waarom niet met licht? Dat gaat duizenden keer veel sneller. En wij zijn tevreden met G4? Moet niet tevreden zijn met G4. Nou, wat is het resultaat ervan? Nederland is het leidinggevende bedrijf Yield. Dat denkt en werkt in deze richting. Het voordeel is dat wij in Nederland, u in Nederland, met onze netwerk van 3000 wetenschappers samen doordenkt hoe dat we dit traditionele denken van gelijkstroom en wisselstroom kunnen omvormen in nieuwe concurrentiekrachten. Wisselstroom is één kabel. Gelijkstroom is iets anders. Je hebt een positieve en je hebt een negatieve. En je hebt alleen elektriciteit op het kruispunt. En dat is mooi. Want als we nu in Zuid-Afrika zijn, maar ik heb ook vernomen dat het gebeurt in Nederland. Als je in Zuid-Afrika bent en je hebt een koperen kabel, dan wordt die gestolen. Gebeurt hier ook, vertelt men mij. Nou, die kabel wordt gestolen en die wordt natuurlijk verkocht. Maar als je een gelijkstroom hebt en alleen op dat punt elektriciteit genereert, dan kan je dat doen met aluminiumkabels. En die worden niet gestolen, want die zijn niet zoveel waard. Met andere woorden, we veranderen het netwerk. En dit netwerk geeft ons toe om een hele andere kijk te krijgen op de toepassing van elektriciteit. Nederland is leidinggevend op deze grote wisseling naar een meer efficiënte energie. De eerste kassen, dit is in Haarlemmermeer, zijn al uitgerust met gelijkstroom. En deze eerste bakoven, ja, die wordt verscheept naar Malawi, maar is in Nederland gemaakt met gelijkstroom. Dat betekent dat we met eenvoudige zonne-energie nu brood kunnen bakken. Maar dat brood dat wordt gebakken dankzij gelijkstroom. Met lokale opwerking van deze energiebron. En dan kunnen wij een volgende punt doen. En dat is een van de belangrijkste innovaties in de voeding. Is dat wij gebruik maken van de zaden van de avocado en we maken gebruik van de pitjes van de druiven om deze te vergruizelen en te drogen en te mengen in het brood. En zo zijn we in staat, veel gezonder brood, rijk in vitamine A, B, C, zijn we in staat deze vitamine met goed brood te leveren aan 25% beneden de laagste kost vandaag op de markt. Innoveren betekent goedkoper zijn, beter zijn. Maar goedkoper en beter zijn onder andere omdat we meer kunnen leveren met wat we al hebben. Dat betekent dat we in Afrika brood kunnen leveren. In plaats van één industriële bakkerij in Johannesburg vormen we dat om in 6000 kleine bakkerijtjes. In plaats van 100 werkstellingen, 100 werkplaatsen te hebben in één industriële geautomatiseerde bakkerij, vormen wij dat om in 18.000 te plaatsen. 18.000 en we zijn 25% goedkoper. Dat is innovatie. En we gebruiken een betere voeding. Nou, juist op de plek waar Van Riebeek, die kent u toch wel, in 1652 gekomen is, juist op die plek, en u ziet de foto, daar wordt in de volgende 20 jaar het grootste gelijkstroomnetwerk van de wereld uitgebouwd. Er is een nieuwe stad van Kaapstad van 800.000. Meneer de minister, u kan het ook mee promoveren. Dit is de man die erachter staat. 20 jaar hard werk. Harry Stokman is lid van onze internationale team. Hij is een dromer op bepaalde ogenblikken. Maar het is belangrijk, het is iemand die het doet. En we weten in innovatie, de sleutel is doorzettingsvermogen en doen. En doen, en doen, en doen. Wat ook men zegt. Volgende innovatie-idee. Wij moeten innovaties hebben die de problemen uit het verleden oplossen. Wij kunnen niet gewoon naar de toekomst kijken. Wij nemen een bagage mee uit het verleden. En een van deze bagages is de mijnbouw. Mijnbouw in Nederland, in Limburg, kent u er ook wat van. Nou, in Nederland hebt u al geaccepteerd dat deze puinhopen van steen gewoon blijven liggen. U probeert er wat toerisme rond te doen. Kunnen we niet wat meerwaarde genereren? Nou, hier kijken we naar een van de grootste goudmijnen in Ghana. En dit is vergruizelde steen die stofwolken genereren, die astma opbouwen en die natuurlijk de grondwater diep verzuren. Wat doen wij ermee? Na ongeveer 17 jaar onderzoek met Chinezen wordt het allemaal omgevormd in steenpapier. Steenpapier. Papier dat gemaakt wordt zonder water.
Nou, waarom moeten wij nog papier blijven maken waar je voor 1 ton papier 60 ton water nodig hebt? Dit is papier dat permanent recycleerbaar is, voor altijd. U kan er een Bijbel op drukken die in 2000 jaar nog kan gelezen worden. U kan het ook 2000 keer recycleren. Dat zijn toekomstbeelden die we nodig hebben. Want we kunnen niet verder gaan met een hoge productie van papier. Vandaag wereldwijd op een niveau van 400 miljoen ton. En dat met iedere keer met zoveel water. De eerste fabriek werd gebouwd in China. Ja, in China gaat het soms een beetje gemakkelijker. Als de minister daar zegt, met mijn bedrijven, u moet dat doen, dan doen ze dat. Die macht hebt u nog niet, meneer de minister. Wat wij wel naar kijken is de mogelijkheid om deze projecten door te voeren. Deze projecten worden doorgevoerd, magazines worden al gedrukt. En in Nederland is er een leidinggevend bedrijf, dat heet Gaia Concept. Dus een leidinggevend in Europa om steenpapier op de markt te krijgen. En dat permanent te doen recycleren. De recyclage verdient u meer mee dan met de productie van het papier. Dat is duurzame business. Dat is de echte circular. Kijken we nog even verder. Innovaties waar we alleen gebruiken wat lokaal al ter beschikking is. Nou, dat is een doorbraak. Je hebt het al en je weet niet wat je ermee moet doen. Concreet, hier zijn we in Sardinië. In Sardinië is er de grote petroleummaatschappij Eni met een eerste kraker van 1962. En die kan wegens de hoge prijs van nafta niet meer concurreren. En die sluit dan de raffinage. Wij weten dat in Europa de volgende jaren 25 tot 50 petroleumraffinages moeten gesloten worden, omdat er gewoon een hoge investering is geweest in China met overproductie en omdat onze naftaprijs in Europa te hoog is. Wat doe je nou met zoiets? Op 3 weken tijd heeft een groep van 180 van onze medewerkers zich daarop toegelegd en gezegd, hoe kunnen we nieuw leven blazen in een oude petrochemische installatie? En wat zegt ons de petrochemische industrie? You are nuts. Nou, als men zegt dat ik een gek ben, dan ben ik geïnteresseerd om door te drijven. Wat hebben we gedaan? Wel, ik kreeg een helikopter ter beschikking van de gouverneur en wij vlogen over het hele domein. En wat zag ik daar? Ik zag distels. En dan zeg ik, nou, hoe komt dat jullie zoveel distels hebben? En dan zei de gouverneur, ja, de Europese Unie financiert al 20 jaar de boeren om niet te boeren. En wat krijgt u als men niet boert? Distels. En dan heb ik mijn expertenteam samengeroepen en gezegd, is er bij ons iemand die expert is van de chemie van distels? En die vonden we niet. We hebben ook geprobeerd te googlen. Een Google naar een distelexpert bracht ons niets uit. Dan zeggen we, nou, dat is de kans van ons leven. Vandaag verwerken wij distels. De fabriek is geopend 17 maanden later. De fabriek is heropend. We hebben 850.000 werknemers, 540 miljoen euro geïnvesteerd. En vandaag hebben wij polymeren uit distels. Wij verwerken zelfs de plastic die je nodig hebt voor Lavazza capsules. Wij hebben ook de onkruidverdeligers uit de distel. Wij maken elastomeren en wij produceren smeermiddelen uit distels. Dames en heren, alleen in Sardinië zijn er 360.000 ton distels ieder jaar te oogsten. Nou, dan ga je nog eens even kijken om te weten wie levert mij nu een disteloogstmachine. Nou, niemand. Dus we moeten het van begin af ontwikkelen. En dat hebben we ook gedaan. Een distelmachine die eerst de bloem oogst, dan de stengel en in die we wensen ook nog de wortel eruit trekt. Een distel is ongelooflijk. Je hoeft er niet te planten, je hoeft er niets mee te doen, niet te irrigeren. En je kostprijs is zo laag dat we het niet meer onkruid mogen noemen. Ja, wij noemen dat onkruid, hè, een distel. Waarom noemen we het niet een wildkruid? Want het verdient toch wel wat? Het mooie is dat de afval van de distel verwerken wij in dierenvoer, die wij kunnen aanbieden aan $250 per ton, in plaats van de $600 per ton voor ingevoerde soja uit Brazilië. Wij zijn goedkoper en we verdienen meer. En dan kwam natuurlijk deze oude dame en die zei, hebt u dat wit op de bloem gezien? Ze zei, dat wit op de bloem, wat is dat dan wel? Wel, daar maken wij onze kaas mee. We hebben even uitgerekend, we hebben dan 2000 ton van deze bacteriële enzymes, natuurlijk geoogst. En dan moesten we onze hele bioraffinage aanpassen om eerst die bacteriologische enzymes eruit te halen. En nu zijn we een rechtstreeks concurrent van, nou ja, Brisbocadis en noem maar op, in de enzymeproductie. Maar we halen die gewoon uit de bloemen. Uit welke bloem? Uit de bloem die u onkruid noemt. Wat is het eindresultaat?
Het eindresultaat is dat we vandaag 3.700 euro per ton uit distels halen. We outcompete everyone in the market. En wat gebruiken we? Wat ter beschikking was, lokaal. En wanneer we dan vergelijken met schaliegas, dan zijn wij zo goedkoop dat schaliegas geen toekomst voor ons heeft. Waarom niet? Omdat schaliegas is alleen maar uw kostprijs verlagen. Het model dat wij nakijken voor onze innovaties, hoe kunnen we meerwaarde genereren? En met $3.700 uit een distel te halen, halen we heel wat meerwaarde. En dat is de toekomst van de economie. In Nederland kijk ik dan naar deze puinhoop die ik vind in de achtertuin van Schiphol. Ja, dat zijn broodjes. En die broodjes die hebben wij nu voorgesteld om te verpakken in polymeren van distels. Want dan kan je dat gewoon mee in de biogasinstallatie stoppen en dan kunnen we dat verder verwerken. Dus wij hebben nu broodjes verpakt in een folie gemaakt van de distels. Meer landen is al druk bezig met het produceren van biogas. Door het te kunnen combineren van deze plastic met het broodje, heb je 4 keer meer biogas. Dat is duurzaamheid met wat je hebt. Dat zijn de zakenmodellen waar een enorme doorbraak mee kan gegenereerd worden. Laatste voorbeeld. Het gaat toch over de steden? En als we het over de steden hebben, dan hebben we het over koffiedik, waar we maar 0,2% van gebruiken. Mijn dochter traint vrouwen overal in de wereld om te leren hoe dat men toch uit afval van koffie voeding kan produceren. En weet je wat? Als ze dat doet in Afrika, die vrouwen die dat horen, die luisteren, die zingen, die dansen en die doen het. Weet je wat de Nederlands was, hè? Een haalbaarheidsstudie. Een technologische audit. Nou, mijn zoontje kan het al doen en die produceert zijn eigen paddenstoelen van zijn 3 jaar. Maar wat belangrijk is te weten... Het mag eigenlijk niet normaal bij u als internationale spreker, maar gezien het hele strakke tijdschema, mag ik u vragen af te ronden? Ja. Ja, het is heel erg, maar ik hoop dat u toch in staat bent om het te doen. Ik hoor wat u zegt. Dank u. Maar mag ik nog afronden? Natuurlijk. Of moet ik gewoon onmiddellijk vertrekken? Graag, u kunt dat. U bent virtuoos genoeg om dat te doen. De oude kassen van Egmond worden gebruikt om paddenstoelen te telen. Tropicana in Rotterdam wordt gebruikt om paddenstoelen te telen. Dat is een ongelooflijke doorbraak, waar we het hele zakenmodel gewoon op zijn kop zetten. En wat voor mij geloof ik belangrijk is, dat de jeugd erop inspeelt. Wij hebben jonge ondernemers doorheen Nederland, maar heel de Europa door. En dit is het laatste. Dit is hier, Den Haag. Dat is de nieuwe symbiose waar we gebruik maken van wat er is, lokaal, in de stad, om gewoon een productie op te zetten. Een productie die zo groot is dat het ons verrast. Vandaag gebruiken wij koffie om paddenstoelen te telen, om dierenvoer te maken, om kleding te maken, om tapijten te produceren, om isolatiemateriaal te maken en verven te maken. En de boer verdient 4 keer meer dan daarvoor. Dat is de revolutie. Wij hebben noodzaakjes met morele waarden. En ik geef u eventjes deze kleine beelden. Deze beelden zijn de laatste innovaties waar wij geloven een stop moet aankomen. Wij eten vis, wij vangen vis met de vrouwtjes met eitjes. Dat kan men niet doen. Wat we daarom vragen is dat we leren vissen zoals de walvissen vissen, met luchtbelletjes. En deze techniek wordt vandaag gebruikt in nieuwe soorten van vissersboten. In deze vissersboot vangen we de vrouwtjesvissen met eitjes, die gaan door een echografie, hoge snelheidsechografie, en ieder vrouwtje met eitjes wordt terug in de zee geworpen. Nou, dat is innovatie. Dit is de laatste. Aangezien ik zoveel problemen heb om al mijn 188 projecten op een korte termijn te kunnen voorstellen, heb ik maar 1 oplossing. Ik vertaal ze in kinderverhaaltjes. Fabeltjes. Ja, u kent toch ook de Fabeltjeskrant. Deze fabeltjes inspireren de jongeren. Inspireren de jongeren om te weten hoe dat de appel boven in de boom komt. Niet alleen hoe de appel naar beneden komt. En dat is geloof ik de inspiratie die wij ook nodig hebben. Laatste foto. Wij hebben in het totaal 188 projecten gerealiseerd. 4 miljard euro geïnvesteerd. 3 miljoen jobs gegenereerd. We zijn pas begonnen. We moeten verder. En Nederland, hoop ik, is een van deze landen waar wij uitgebreid mee kunnen samenwerken. Want indien wij onze kinderen alleen aanleren wat wij weten en kennen, dan kunnen zij nooit beter doen als wij vandaag doen. Dank u.